Ik neem gewoon maar alles mee. Check deze. Mijn mooie Thai-broekje. Kan je eens uitleggen wat je gaat doen? Ja, ik ga naar rehab, man. I'm going to do rehab. Nou ja, ik heb... ik ga naar een afkeerkliniek voor alcohol. Want het gaat gewoon veel te ver. Ik vlieg zo weg. Ja, best wel een ding. Maar het moet wel. Het is gewoon genoeg zo. Ik heb nu 10 jaar lang gewoon gesopen. Het is klaar. Ik vind toch, ja, meteen zo'n stap nemen vind ik toch echt super. Thanks, mams. Dank je wel. En je paspoort heb je ook alles al? Ja, die heb ik ook. En extra medicijn of als je nog in je zak kan stoppen. Of nou ja, het zit in dat deel of iets in de koffer. Thanks, mam. Ik had mijn paspoort nog niet. Dank je wel. Oké, lief. Nou, ik spreek je. Love you. Bye, love you. Mijn mam. Ja. Nooit vergeten, hè? Nee. Mijn moeder denkt aan je. Ja, dank je wel. En ik denk aan mijn moeder. Bye, mijn mam. Bye, lief. Bye. Bye. Ja, die is ready. Niet meer gewoon, weet je wel. Want ik wil gewoon een goede vader zijn. En een goede vriend. En een leuke gast. En mooie muziek blijven maken. Voor zoveel mogelijk mensen. En anders weet ik gewoon dat het... dat het een keer ophoudt. Ja. That's it. Hoe lang ben je nu thuis? 10 dagen thuis. Hoe gaat het? Supergoed. Een heel blij ventje. Dit was mijn eerste oud en nieuw in... Nou, ik ben 31 dus. Nou, 15 jaar of zo dat ik niet... straalbezopen ben. Dus... Ja, veel triggers natuurlijk, veel dingen om je heen en leuke mensen en veel ja, feestelijkheid. En dan denk je wel van ja, vooral van waarom kan ik dat niet? Waarom kan ik nou niet gewoon een wijntje drinken? Maar ik kan het niet. Zo simpel is het. Ik kan het niet.